Weet je wat mij leuk lijkt? Ik wilde eigenlijk vandaag naar de dierentuin. Maar de dierentuin is dicht. Ik dacht, we kunnen natuurlijk ook gewoon de dieren hier naartoe halen. Oké, daar is hij dan. De allerlaatste aflevering van Calvijn en Kiddo's. Jullie hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met Valentijn, Pien, Loalize en Skyler. Nee! Wat? Maar we moeten natuurlijk afsluiten met de legend himself, Guy. Alleen is er een klein probleempje. Langs twee keer leer ik klammen meteen mee toe zijn been krap. Jup, Guy heeft zijn been gebroken. Dus de legend kan niet zoveel herres veroorzaken als normaal. Au! Au! Hey! Daarom dacht ik haal de herres gewoon hierheen. I'm joking! Don't stop! Dus ik fixte een paar dieren en liet die chillen met Guy. Dit wordt top. Doe maar een rat. Hebben we die gehad? Want ik heb niet zoveel met ratten. Ik ben hier trouwens met, wat is je naam ook alweer? Irene. Irene is de dierenmevrouw. Wat is dit? Een muis. Hey, ratty. Zo. Oh, rat heeft even op de bank geplast, die is een beetje bang. Ja, maar goed, mijn broodtrommel. Ja. Wat doe jij dan? Stel je voor, je zou deze rat een naam moeten geven. Ratjebouw. Een snufje. Een bankplasje. Ga je voelen. Hé, hey, bankplasje! Dat is ook wel een leuk dier. Oh, no, no. Oh, die rat is even bezig geweest. Beetje rattenkeutels zit even, zat hier zo. Daar liggen rattenkeutels. Ja, die zat even aan jouw anus geplakt. Waar is die rat nou, joh? Daar zit hij helemaal. Zo. Niet rot. Nee, niet doen! Oké. Dat is zielig. Hey! Dat is zielig! Nee. Ik dacht al. Guy, ik moet je toch even iets vragen. Heb jij in je broek geplast? Nee, dit was de rat. Dat betwijfel ik. Oh nee, dat is water. Zullen we even een ander diertje pakken? Doei, plassertje. We hebben vandaag kleine diertjes. Een zwijntje. Nou, die vind ik ook nog vrij groot. Een biggetje. Nog iets kleiner. Eentje. Kwa. Het begint met een K. Een kip. Kijk wat dat is, joh! I'm joking! Don't stop! Zo! Ja, dan was je even bang, hè? Oeh, vind je die haan wel een beetje heftig? Durf je niet dichterbij te komen of zo? Ik blijf op afstand. De dokter zei: kippen mogen niet gips pikken. Want die haan is. Waarom? Daarom. Kom nou. Kom. Ik ben doodsbang voor die haan. We gaan gewoon door naar het volgende beest. Waarom ben jij een beetje bang voor kippen? Want er ging al een keer, toen ging ik met iemand lopen en toen sprong er een kip uit de dierentuin en die ging achter me aan. Hey joh! Ik ga zo deze ruimte door. Wat doe jij, man? Ga gewoon lopen, joh. Nice. Oh, dit is natuurlijk omdat je op je bek ging toen, tijdens het inbreken. Kun je wel een beetje rijden in dit ding? Hey! Tijd voor een nieuw dier. Ik wil graag een konijn. Nou, dat kunnen we fixen. Oeh! Oh! Een konijn voor jou. En hoe ga je de konijn noemen? Snuffy. Die van mij heet Adolf. Niet leuke naam. Zo moet je hem vasthouden bij zijn kont. Nee, dat doe je goed. Oeh! Hey joh! Zie je zijn piemeltje? Zie ik daar nou een nerf? Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je op konijnen gaat schieten. Ga ik ook niet doen. Lief konijntje. Mis, mafkees. Klaar, konijntje moet weg. Zet hem maar een potje pesten. Zullen we even een potje pesten? Ja. Wat is er nou precies gebeurd met dat been van je? Dat weet je wel. Ik sprong twee keer en ik klamde meteen mee toen zijn been krap. Oh, leg maar eens uit, hoe moet je pesten? Als iemand die opgooit, als die het eerste komt, dan moet je ook een schop hebben. En dan heb ik een schop en als je die niet hebt, dan moet je er een pakken. Maar ook als bij de andere kaarten moet zo doen. Maar als je bijvoorbeeld deze hebt, dan moet hij er 2 pakken. En als je deze hebt, dan moet hij er 5 pakken. Wat hè? Goed zo. En jij moet in het casino gaan werken. En ik maak er een joker van. Een joker? Nee, schoppen. God. Wat zeg jij, joh? Een joker schoppen. Aas. En ik heb gewonnen! Ik denk dat je grappig bent. Hey! 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 Doe normaal, man. Hey, man. Ik
iets anders doen. Wat wil je doen? Ik ben Mario Kart! Oh, jij bent, als je in die rolstoel gaat zitten, dan ben je Mario Kart. Ouch! Maar heb jij ook Fortnite of je Switch? Ik heb dat namelijk wel. Ik niet. Ja, maar heb je ook wel players? Wat ze? Heb jij ook een PlayStation? Die heb ik ook. Dan kan jij die players van je PlayStation nemen. Ja. Yeah. Ging je toch gewoon Mario Kart spelen? Ja, op jouw PlayStation of op jouw Switch. Ja, op de Switch. Oké. 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 Weet je wat Jesse van zijn verjaardag wil? Nou? Een PlayStation. Irrelevant. Hey Guy, ik heb een dier. Hier, oh. Kijk wat het is, joh. Vind je het leuk? Ja. Weet je hoe die hond heet? Nee. Siep. Ik denk we kunnen een rondje lopen met Siep. Wil je een rondje lopen met Siep? Ja. Oké, okay, nou je ziet het. Bijzondere gewaarwording. Hey Guy, stel ik gooi die bal gewoon even daarin. Hey Siep. Hij rijdt in de slot. Niet te ver hè, want anders... Zo, hey. Zal ik gewoon deze bal even gooien? Maken we dat touw vast aan jouw rolstoel? En dan kijken wat er gebeurt. Voor jou! Wow. Nog een keer? Ja! Dan gaan we weer! Wow! Die keer ging hij niet goed. Wat is Siep? Een bravo. Welkom bij Jackass, met Calvin en Guy. Dit is de hond wheelchair dogs bal stunt. Gooi. Siep! Ja, daar gaat Avi! Ja! Het is gelukt! Nog een keer. Daar gaat hij. Hij gaat helemaal uit zichzelf. Niks meer aan te doen. Lekker. Oh. Yes! Hey. De stunt is gelukt. Nou heeft Siep wel een snoepje verdiend, hè? Licht. Hij gaat niet. Siep, kijk! Siep! We zijn alweer een uurtje verder. Het is tijd voor een nieuw dier. Wat hoop je dat het is? Zwantje. Nou, daar gaan we nog wel even achter komen. Hey, yo! Hey! Hoe zou je hem noemen, deze cavia? Kietje. Kietje? Ja, nee, Mick. Lekker bro, box. Ah, fles. Haha, loser! Lieve cavia! Hé, hey, je hebt wel allemaal poep in je hand. Eeuw. Jawel, eet maar op, dat is een dropje. Nee, is poep. Kijk! Dat kan ik. Kijk, hij staat in zijn rol. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Je gaat ook niet in je eigen kak zitten. Nee, want hij kakt op. Hij eet het op! Zijn gekakt! Eet hij op! Oh, het ligt er nog. Het ligt eronder. We snijden hem door de midden en we eten hem op. Ja? We moeten hem door drieën hakken. Dan kan de vrouw van de dier ook eten. Kijk, dan zo. Alleen ik het grote middelstuk, jij het kontje en de mevrouw het hoofd. Nou, de hoofd is niet zo lekker, denk ik. Jij moet het kontje. Die, ik heb ook gehoord, je hebt ook nog één dier en die vind jij helemaal te gek. Welke dier dan? Ja, welke denk je? Een geit. Een geit? Ik vind dat mijn leukste dier. Laten we dan gewoon maar naar de geiten gaan. Ik heb geen geit in mijn huis. Dat is te veel gekheid. Je gaat eens vragen of ze hier even willen mogen. Nee. We gaan gewoon naar de geiten toe. Nee. We gaan er gewoon naartoe. De geiten komen hier. We gaan er naartoe. De geiten komen hier. Nee, we gaan naar de geiten toe. Kom. Oké, nou dan toch niet. Dan blijf jij met je gebroken poten op de grond zitten. Nou, Irene is weer weg. Irene is van kleinehuishuren.com. Zij doen alles met dieren en die laten ze dan zien op school om kinderen in aanraking te laten komen met dieren. Of als een kind dan een huisdier wil, maar ze weten niet hoe het kind erop reageert. Dat doen zij dan allemaal. Dus ik vond het fantastisch dat ze vandaag even wilden komen. Om even die animals hero in de toko te krijgen. Want ja, we kunnen verder helemaal niks. Nee. Maar weet je wat we wel kunnen? Naar de geitenplek. Maar dat wil ik niet. Als je meegaat, krijg je de nerf. Oké. Hete kauwgom. Goeie. Hoe worden eigenlijk baby's gemaakt? In mensen's buik. En hoe komt dan de baby in die buik? Vader, de piemel in de kont. En dan gaat het nootje zo naar de moeder. Dat is piemel. Oh. Kie, we zijn er. We zijn bij de geitenboerderij. Ha. Woe.
godsamme, zei je tussen de geiten, joh. Oude gehandicapten. Lammetje. Hier, neem maar op schoot, hoppakee. Hé, dit is toch top? Ze kraag aan me, Jan. Nou, Guy, dit is wat je wilde, hè? Ja. Alsjeblieft, kies er maar één uit. Die mag je meenemen naar huis. Ik heb Tom net verteld dat ik hier ben met Guy voor Stichting Doe een Wens. Die heeft nog maar 2 maanden te leven. En nee, grapje. Ja, die hij zit. Hey. Gezellig hè, die geiten. Je vond het toch zulke leuke beesten? Dan kun je hem krijgen ook. Nee. 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 We moeten kijk, ik doe altijd dit. Ik doe nu dit. Panda! Wat zeg je, bro? Panda! Doe normaal!